Beste biologen, leuk dat jullie kijken naar het filmpje van Christy Bruinewoud, Margot Trooster en Anne Schuurmans. Wij gaan jullie wat vertellen over de evolutie van de walvis en zijn spuitgat. De walvis is een bijzonder zoogdier. Hij leeft namelijk alleen in het water. De meeste dieren in de zee hebben kieuwen om adem te halen. De walvis daarentegen heeft gewoon longen. Dit komt omdat de voorouders van de walvis op het land leven. Zijn ademhalingssysteem is daarom geëvolueerd van land naar zee, maar nog niet in de lucht. De walvis heeft hierom een spuitgat. Het spuitgat is om het wateroppervlak te breken om hierdoor adem te halen. Uit het spuitgat van de walvis lijkt een fontein van water te komen. Dit is echter de gecondenseerde waterdamp en het water wat hij door de druk omhoog duwt. Dit is de Pachycetus. Dit dier is de vroegste voorouder van onze walvis. Dit dier leefde 53 miljoen jaar geleden, uitsluitend op het land. De reden waarom wij kunnen concluderen dat dit een voorouder is van onze walvis, is omdat het dier een overeenkomstig bot heeft achter het oor. Door de veranderende omgeving werden de overlevingskansen in het water groter. Hierdoor zijn de dieren langzaam ontwikkeld tot een betere aanpassing in het water door natuurlijke selectie. Door veranderende factoren in de omgeving werd het voordeliger om in het water te leven. Hier was bijvoorbeeld meer voedsel te vinden. Hier is het skelet te zien van de Pachycetus. De neusgaten van het beest bevinden zich op dit moment nog op de voorzijde van het hoofd. De Pachycetus ontwikkelde steeds meer eigenschappen die voordelig waren om in het water te leven. Dit gebeurde door natuurlijke selectie. Zo ontstond de Ambulocetus 48 miljoen jaar geleden. Hij leefde voornamelijk in het water, maar af en toe ook op het land. In vergelijking met de Pachycetus had de Ambulocetus een langer lichaam en zijn kop was meer samengevoegd met de Ambulocetus ademde nog steeds door zijn neus, aan de voorzijde van zijn hoofd. Hiernaast is het skelet van de Ambulocetus. De Ambulocetus ging steeds meer in het water leven en op een gegeven moment kwam hij helemaal niet meer op het land. Dit is het moment waarop we het bilosauriden noemen. De voorpoten waren niet meer nodig om te lopen en ontwikkelden zich daarom tot zijvinnen. De achterpoten waren ook niet meer nodig. En deze verdwenen langzaam door natuurlijke selectie. De achterstaart werd een sterke spier die voornamelijk werd gebruikt om voort te bewegen. Door de jaren heen veranderde bij de bilosauriden eindelijk de plek van ademhalen. Het spuitgat bewoog zich van de neus naar de kop van het dier. Dit was namelijk makkelijker voor om zwemmend adem te halen. Dit is het skelet van de Bilosaurus. Dit is de walvis zoals we hem nu kennen. Door de jaren heen heeft de nasale drift plaatsgevonden. Dit houdt in dat de plek van ademhaling zich heeft verplaatst door natuurlijke selectie en de verandering van habitat. Natuurlijke selectie zou dus betekenen dat door de nasale drift het organisme meer overlevingskans zou hebben en mede daardoor meer kans op nakomelingen zou hebben. Maar wat voor voordeel heeft de nasale drift hierin eigenlijk opgeleverd? Wanneer de walvis nog steeds adem moest halen via de voorzijde van zijn kop, zou hij een enorme inspanning moeten leveren om zijn massa van tussen de 40 en 120 ton verticaal te positioneren om adem te halen. Dit is het belangrijkste voordeel dat de nasale drift heeft opgeleverd. Door de huidige locatie van het spuitgat bij de walvis, kan de walvis gewoon in horizontale positie naar boven zwemmen en hierdoor ademhalen. Hij hoeft dus geen rare verticale beweging te maken om zijn lucht binnen te krijgen.